Vannacht werd de achtergevel van het huis van minister Geert Leers met verf bekogeld. Een protest tegen het Nederlandse asielbeleid of niet? Ik kom hier, ik zie een politieauto en dan denk ik van, en de kinderen vinden dat leuk, dus ga ik naar buiten. Op het nieuws hebben we gehoord van dat het met verf bevlekt is en voor de verder zijn we niks. Ik ben er niet gaan kijken. Denk u dat het toeval is dat het bij de heer Leers is gebeurd? Ja, of heeft het met hem zijn functie te maken of wat? Dat weet ik niet. Wat vindt u daar nou van? Ik vind het vreselijk. Ik bedoel, dat doet me niet. Die man is nu bijna aan zijn eind van zijn ministerschap. En dan nog even, hij heeft het goed gemeend, hij heeft goede acties ondernomen. En dan moet het zich bij neerleggen eigenlijk. Hè? Ja, vervelend. Dat gebeurt wel eens vaker, maar dat is lang geleden. Ik hoop dat ze vinden wie het zijn, maar ik denk dat het stoute kinderen zijn. Wat heeft dat voor zin? Dat is een kwajongenstreek, zeg ik. Hij was een goede burgemeester en daarna was hij ook een goede minister. Oké, okay. Dus ja? U begrijpt hier eigenlijk helemaal niks van? Ik begrijp daar niks van. Nee. Okay, nee. Dus ook qua asielbeleid zegt u van, nou, dat heeft hij gewoon prima gedaan? Ik vind hij... Kijk, we mensen helpen, ben ik vers goed. En er is een grens. En die grens moeten we handhaven. Daar ga ik niet van uit. Dat het met meneer Leers speciaal te maken heeft.